Van der Haar wordt diep gestuurd. Het hoofd van Bresser. Zeuntjes naar El Kadiri. Dit kan wat worden voor de Graafschap. El Kadiri zelf. El Kadiri. Eerste corner voor de Graafschap. Besselink mee. Zeuntjes was er al. En ook Hiele aan het front. Zeuntjes naar de eerste paal. Spolenaars. En dan valt die bal zomaar binnen. En is het 1-0. En is het Nagallo die zijn eerste opwachting bekroont met een eigen doelpunt. 1-0 voor de Graafschap. Van der Haar, goede bal. Van Gilst, Van Gilst. Goeie actie. Geerts. Geerts die zich daar de verkeerde kant op draait. En dan Van Gilst. Oh, van afstand. De Graafschap op 2-0. Jawel, jawel, jawel. Heel gemakkelijk balverlies van Enzo Geerts. En dan is Smolenaars geslagen. El Kadiri. El Kadiri probeert het zelf maar eens. En nu Babadi met de overname. Abed lijkt nog op het randje van buitenspel. Mag wel verder. Tayabet. Tayabet in de korte hoek. Maar daar is Smits. En in de 29e minuut lijkt het einde wedstrijd. Voor de man uit Burkina Faso. Zou dat hier dan gebeurd zijn? Lange tijd eruit geweest. Mag dan eindelijk zijn opwachting maken. En dan gebeurt hem dit. Een eigen doelpunt. En lijkt hij nog geblesseerd te raken ook. En dan gaan we Madi Monamai zien. Zeuntjes naar Van Gilst. El Kadiri, goed weggedraaid. El Kadiri! Smolenaars. Uitstekend weggedraaid door deze El Kadiri. Fortes moet nu in duel met Moniz. Overtreding, Moniz. En Fortes is verkeerd terechtgekomen daar. Heeft last van zijn schouder. Oeh. Daar nog eens kijken. Naar de duw van Moniz. En het verkeerd terechtkomen van Fortes. Maar die schouder zit niet goed. Wissel dus bij de Graafschap. Noodzakelijk Joran Hardeman gaat komen. Geerts. Van de Heuvel doorgelopen. Tim van de Heuvel. Ja, dat is weer een goede voorzet hoor. En Unneke maakt dat voortreffelijk af. In de blessuretijd van de eerste helft. Een uitstekende voorzet van die linkervleugelverdediger Tim van de Heuvel. En uitstekend binnengekopt door Jesper Unneke. El Kadiri. Zeuntjes. Zeuntjes, niemand bij hem. El Kadiri. Redding Spolenaars. En daar de hoekschop. En het hoofd van der Haar en de redding is van Spolenaars. Zeuntjes. Zeuntjes. En oh, wat een schot van Ralf Zeuntjes zeg. Het schampt de lat. Fantastische bal, Ralf Zeuntjes. Bal valt zomaar voor zijn voeten. En dan vliegt hij toch richting de kruising. Mahi, Van Gilst. El Kadiri. Van Gilst. Maar de beste man met de superboeren tot nu toe. Monamai, Unneke, El Kadiri, El Kadiri, Mahi, Mimoun Mahi, Mahi nu terugleggen, Mahi en daar de 3-1. En weer is het Van Gilst. Al het werk van deze El Kadiri, daar begon het mee. Maar Tristan Van Gilst krijgt hem voor zijn voeten
in de schoot. En die maakt zijn tweede van de avond. En is dit de bevrijding voor de Graafschap. Oeh, Smollemaas. Bijna daar nog. Donnie Warmerdam. Nadja. El Jebli. Strakke voorzet. Maar die hoeft alleen maar binnengelopen te worden door Philip Brittijn. Voorzet El Jebli. En Brittijn kan hem zo binnenlopen, maar raakt het dan niet goed. En dus wint de ploeg van Jan Vreeman hier op eigen Vijverberg. Dankzij twee doelpunten van hem. Tristan van Gilst. Hij was dus heel belangrijk. Het was mijn eerste wedstrijd na lange tijd er in de basis. Dus dat is sowieso voor mezelf een speciaal moment. En daarbij Graafschap uit altijd een van de mooiste potjes van het seizoen. Dus ja, het was een mooie pot, maar ja, ik had die liever gewonnen. Ja, ik wil zeggen, niet het resultaat wat je wil. Nee. Waar zat hem dat in? Vooral in die eerste helft en jullie komen snel op een 2-0 achterstand. Hoe kan dat? Ja, we laten ons denk ik twee keer verrassen op het begin. Waardoor je snel 2-0 achterkomt. Dan ga je al niet lekker de wedstrijd in. Ik denk aan het eind van de eerste helft pakken we het weer redelijk op. Scoren ook een goede goal. En vervolgens de tweede helft probeer je dat door te zetten. En ik denk dat het in de eerste fase van de tweede helft wel enigszins een klein beetje lukt. Maar ja, toen die 3-1 viel, wisten we dat het een heel lastig verhaal ging worden. Je doet er natuurlijk voor alles aan nog. Alleen ja, vandaag mocht het niet baten helaas. Ik denk dat wij te lang nodig hadden om een plan te bedenken op die tweede bal die hun veel wilde spelen. Want vanuit daar is eigenlijk de enige mogelijkheid dat zij gevaarlijk werden. En die corner uiteindelijk ja, is een beetje ongelukkig. Maar ja, we proberen daar bovenop te komen en dan krijgen we ook nog die 2-0 tegen. Dat wordt wel lastig, maar ik denk dat daarna we ons goed wel herpakten. En dan maak je die 2-1 en dan begin je er weer in te geloven. En dan zo gingen we ook echt de rust in van we zitten nog in de wedstrijd. Ja, dan is het gewoon kloten dat je na de rust die 3-1 tegenkrijgt.